En wij besluiten het binnenlands nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt voor 24 uur vanaf vanavond 19:30. Gedurende de avond en nacht komen lokaal perioden met buien voor. Vooral in het binnenland, die soms vergezeld gaan met onweer en windstoten. Een zware onweersbui wordt niet uitgesloten. Naarmate de avond vordert, nemen de buien af. Aan het eind van de nacht ontwikkelt zich mogelijk plaatselijk nevel en of mist, voornamelijk in bosrijke gebieden. Morgen in de ochtend kunnen op sommige plaatsen perioden met lichte regenbuien voorkomen. In de middag en begin van de avond kunnen perioden met lichte tot matige buien voorkomen, soms gepaardgaande met onweer en windstoten. Op enkele plaatsen kunnen de buien kortstondig zwaar zijn. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat morgen 29 maart, kort voor en tijdens de buien, een toename van de wind kan plaatsvinden tot 20 km per uur. En tot zover de lokale berichten in het journaal.